extra, extra, read all about it. We just need communication. De mythe van een reus met 100 ogen, die 24 uur per etmaal waakt, heeft vele eeuwen later plaatsgemaakt voor wat ons alle meer dan opgetogen. Ja, ronduit blij maakt in dit lage land, de grote reus is nu een kleine krant. Een kleine krant, maar al een vrij geduchte, met heel wat disciplines in een klap. Dus kunst en politiek en wetenschap, en die dat ook nog eens weet te verluchten. Met humor, kokens, roddels, niks meer mis. Kortom, een krant die nergens blind voor is. Wanneer je Argus leest, is het een vriend die je ontmoet. Een groot herkenningsfeest. Je voelt je thuis, je voelt je goed. Je blijft er steeds met Argus ogen lezen. Dus mogen wij de Grieken dankbaar wezen, omdat door hen de Argus-mythe bleef bewaard. En ook veel dank aan Maarten Toner uiteraard. Die kleine krant is ook een hele mooie, waar zelfs Homerus trots op wezen zou. Waarop de makers trots zijn als een pauw, een krant om hoge ogen mee te gooien. Een 9 op een schaal van 1 tot 10, en niet in Vlaamse handen bovendien. Wanneer je Argus leest, dan krijg je bijna een cadeau aan voedsel voor de geest. Informatief, hoog niveau, en nooit door advertenties onderbroken. En zelfs de toekomst blijft niet onbesproken. Na 100 nummers staat die krant nog lang niet droog. Dus klinkt het Argus leven lang en leven hoog. Ja, Argus leven lang en leven hoog.